Annie Enzing en vandaag is mijn eerste werkdag, dus ik ben me helemaal al aan het klaarmaken om naar het werk te gaan. Ik ga even voor douchen, want ik ben vanochtend met heel vet haar wakker. Ik denk, zo kan ik niet naar het werk gaan. Dus ik ben lekker aan het douchen. Ik heb lekker gedoucht. Ik ben nu even koffie aan het maken. Toen word ik hem eraan gerend en ik zal nog even aankleden. Maar die laat ik ochtends altijd in zijn pyjama los. Want als ik die gelijk ga aankleden, dat vind ik niet zo prettig. Dus die laat ik altijd even nog naar een schaduwvers. Dus voor vanavond. Die laat ik dan altijd even rondlopen. En dan straks ga ik hem aankleden. Dat is het fijne voor hem. Dus ik heb mijn tassen al klaargemaakt. Nou ja, bijna. Ik heb mijn tas heb ik al klaargemaakt. Ik heb een broodtrommel met yoghurt en deo en zo erin gedaan. En ik moet nog Thibaut's tas doen. Daar heb ik een stapel luiers in gedaan en binnendoekjes. En dan ga ik straks nog even wat dingen bijvoegen en dan neem ik jullie daarin mee. Altijd als ik Thibaut zijn tas maak, dan doe ik dus luiers erin. En dan altijd een setje met schoon ondergoed. Voor als er ongelukjes zijn op de opvang. Even kijken wat ik alles heb. Schoon hemdje. Schone sokken doe ik er dan in. En een schoon pakje. Ik heb schone kleertjes erbij ingedaan. Zo. En dan nog een schoon shirtje ervoor onder. Dat is wat ik in Timo's tas heb gedaan. Mijn tas staat hier. En dan heb ik hier nog zijn Spiderman pakje voor nu. En hij heeft nu nog sokken en onderbroek aan. Dus ik vind dat voor nu niet nodig. Dus dat is wat ik 's ochtends in Thibaut's tas doe. Ik zit erover na te denken om dit 's avonds te gaan doen. Want het is wel een beetje gehaast. Want ik heb net Pip even eten gegeven. Die had nog water. Die hoef ik niet water te geven. Morgen is altijd de dag, vrijdag en vrijdag, dat ik Pip eten geef. Ik geef de katten nog even wat brokjes. Ik heb de kattenren opengezet zodat ze naar buiten kunnen vandaag. Ik heb hier twee bakken met eten klaargezet. Die had ik nog in de staan. Dus ik dacht, die neem ik. Die gaan we vanavond op eten. En ik ga nu even mijn koffie zetten. Ik ga jullie even hier neerzetten. Blijf ik 's ochtends altijd maar doorgaan. Ik ben soms 's ochtends echt op de remtrap. Ik doe even licht hier aan. Gaat een beetje lastig. Maar dan blijf ik maar doorgaan. En dan heb ik uiteindelijk niet gegeten. Maar ik wil nu wel eten. Omdat ik aan het werk ga. Ik heb gewoon even een snel broodje gepakt. En dan ik ben benieuwd hoe vandaag gaat lopen. En wat ik ga doen. Ik denk dat jullie daar op de terugweg naar huis, als ik Thibaut heb opgehaald van de opvang, jullie daar even over bij praat. Ik ga dus naar een kringloopwinkel. Ik ben algemeen verkoopmedewerker, volgens mij valt daaronder. Dus ik heb eigenlijk helemaal geen verwachtingen. Echt niet. Absoluut niet. Dus ja, we gaan het gewoon zien. Voor mij ga ik tot 4 uur vandaag en dan Thibaut weer ophalen van de opvang. En dan klets ik jullie gewoon even bij. Ik heb me vanmorgen dus een beetje mijn ochtendroutine is. Ik heb me vanmorgen dus even lekker gedoucht. Thibaut ligt dan met mijn telefoon even in bed een filmpje te kijken. Ik ga mijn kleren had ik al klaargelegd. En dan aankleden, make-upjes snel doen. Dan ga ik naar beneden. Pak ik, dat heb ik hier nu even uit de wasmand gehaald. Omdat dat nu hier schoon lag. Maar pak ik altijd beneden uit de kast Thibaut's kleren. Dan neem ik naar beneden en ik kleed hem altijd hier om op de bank. Zodat hij nog even rustig wakker kan worden. Dan komen we hier beneden. Gaat hij tv kijken. Maak ik zijn ontbijt. Pak ik ze drinken. Nou, ga ik
Naar mijn konijnen. En dan ga ik de katten doen. Nou, dat soort dingen. En dan mijn broodtrommel. Maar ik denk dat ik de broodtrommels 's avonds wil gaan smeren. Dat scheelt toch wel even weer 's ochtends. Maar ik red het nu ook prima. Nou ja, ik ga even lekker van mijn ontbijtje genieten. En dan kom ik straks weer bij jullie terug. Ik dacht, ik film even een outfitje. Of the day. Ik kan er niet heel... Dit shirt, dit truitje komt bij Kikweg. Het blouseje, of dat shirtje komt ook bij Kikweg. Mijn broek. Oeh, het is een legging. Hoe ga ik dit goed filmen, jongens? Is een legging. Het is een beetje donker. Dan kan ik niet zo goed filmen. Maar die komt dus bij de Actionweg. Waarom niet, dacht ik. En deze sok heb ik ooit een keer op de markt gekocht. En daar staan dino's op. Dus dat is mijn outfitje voor vandaag. Ik heb nog een haarrekker bij me. Als ik mijn haar nog vast wil doen, dan kan ik mijn haar nog even vast doen. En mijn make-upje. Wacht, ik ga... Ik heb mijn make-upje op. Ik gebruik altijd mijn wenkbrauwen met een oogschaduw. Maar hij werkt voor mij weer heel goed. Ik heb een foundation op van Catrice. Een poeder op van Essence. Een concealer op van Essence. En de blush weet ik niet meer. Ik heb zo'n lipbalm op van Action. En mijn mascara is ook van Essence. Dus dat heb ik voor vandaag. En ik ga Timo nog even laten zien. Die heeft dit outfitje aan en die heeft dit hele pakje van Spider-Man. En die komt bij de H&M weg, hè? Ik wil ook nog even je schoenen bij doen. Want ik heb zo'n heel leuk setje toen helemaal gekocht bij H&M. Ik vind H&M... Oeh, ik stoot er bijna mijn plant om. Even kijken hoor, zo. Ik vind dat H&M echt leuke kinderkleren heeft. Ook de CNA wel, hoor. Hij zit handschoenen aan. Deze schoen had ik er toen bij gekocht. Nee, het is weer helemaal donker. Sorry daarvoor. Omdat het 's ochtends vroeg is. Ik kijk echt wel weer uit naar de dagen dat het wat lichter is. Maar kijk. Deze schoenen. En als je er dus op mee slaat. Dan zit er dus licht in. En dat vindt hij dus helemaal geweldig. Dus deze schoenen ook vandaag aan? Nee. Ja, gaan we wel doen. Want die horen bij je outfitje. Dus we gaan ons klaarmaken om naar het werk te gaan. Ik ga zo weg. Ik ga even de boel zo even in de auto zetten en dan gaan we op naar mijn werk. Zo, zitten we dan in de auto. Ik hoop dat je hem een beetje kunnen zien, want het is natuurlijk donker. Af en toe zien we wel door de straatlantaarns. Maar we zitten in de auto om aan het werk te gaan, jongens. Het is echt een hele lange tijd geleden, maar ik heb dit echt heel erg gemist. Het klinkt heel dom, maar ja, ik heb dit echt heel erg gemist. Ik wilde zo graag weer lekker werken. Dus dat ga ik ook vandaag doen van 8 tot 4. Het is nu 5 over half 8. Ik rijd naar de opvang toe om Tibor weg te brengen. En dan rijd ik daarna door naar mijn werk. Mijn werk zit dan echt om de hoek. Dus dat scheelt ook weer. Dus ja, lekker werken en gewoon weer mijn normale ritme krijg ik zoveel zin in. Dat geeft me echt heel veel energie en boost. Dus we gaan vandaag lekker aan het werk. Tune weer in bij jullie als ik weer klaar ben met werken. Dus tot vanmiddag. Hallo, ik dacht ik ga jullie nog even een update over hoe het was gegaan bij mijn nieuwe baan. Het ging echt top. Ze hebben dat dus kleren. Ik kon het niet laten en heb een nieuwe vest gekocht en een nieuwe jas. En ik zag een broek voor Thibaut. Het is natuurlijk kringloopwerk. En dat maakt natuurlijk niet uit als je kleding bij de kringloop weg hebt. Er zit soms echt nog gewoon merkkleding tussen. Waar ik echt verbaasd over was. Ik heb decoratiespullen terug in de winkel gezet. Ik heb dingen uitgezocht. Wat binnen was gekomen. Ik heb kleding gelabeld. Kleding opgehangen. De winkel. Ja, ik vond het superleuk. Hong een hele leuke werksfeer. Dus ik was heel erg tevreden. Het was mijn eerste werkdag. Maandag beginnen we met een frisse nieuwe week. Waarin ik lekker aan het werk ga. Dus dus eigenlijk een beetje. Nou ja, ik heb een beetje mijn ochtendroutine gefilmd. En nu thuis gekomen. Ik was nog even langs de McDonald's gereden. Ik heb even een McFlurry opgehaald. Heb ik hier nog staan. Daar heb ik zin in. Dus die ga ik even lekker opeten. En dan lekker op de bank zitten en niks doen. Want ik ben echt gewoon. Ik ben uitgeteld. Ik moet wel even weer wennen aan het werken. Maar het was ook wel echt heel erg leuk. Dus ik ga de vlog bij deze afsluiten. Doe een duimpje omhoog als je het een leuke vlog vond. Vergeet niet te abonneren en dan zie ik je heel snel bij een nieuwe vlog. Doeg!
Oh.